Hallo beste kleuters. Ik ga je vandaag een heel mooie vertelling maken over Boer Boris, een paard voor Sinterklaas. Een heel spannend verhaal over Sinterklaas, zijn paard en de koe. Oh, kijk, zegt Berend, er is post. Een brief van Sinterklaas. En wat schrijft hij dan? vraagt Sam. Boer Boris zegt, hij schrijft. Helaas, helaas, moet ik vertellen dat wij schrokken met z'n allen toen hedenochtend vroeg mijn paard de trap is afgevallen. Hij hinkt, schrijft Sinterklaas. Met rust komt alles wel weer goed. Maar hoe reed ik op daken als het zonder schimmel moet? Ik zoek met spoed. Een ander paard, een paard met sterke benen. En ik vroeg me af, boer Joris, mag ik Knol een weekje lenen? Maar Knol roept Sam, het arme beest, is nog nooit op een dak geweest. Het paard staat al te trappelen, Knol wil dit graag proberen. Op daken lopen voor de sint. Wie wil dat nou niet leren? We moeten eerst gaan oefenen, zegt Boris. Op de grond. Als knol dan valt, dan raakt hij niet onmiddellijk gewond. Ze zagen en ze timmeren een soort van hindernis, die niet zo torenhoog en spits als tak moet hinderen. Doe maar, Knol, probeer het eens. Kom, loop maar heen en weer. En lukt het niet, dan heeft dat ook niks. Dan moet het nog een keer. Voorzichtig stapt de paard erop. En kijk, het gaat zo goed dat Knol het zelfs kan als het met twee losse voeten moet. Bravo, roept Sam. Maar had het ook met iemand op zijn rug? Jazeker, kijk, Knol kan het heen en Knol kan het ook terug. Het paard is voor de test geslaagd. En nu komt het erop aan dat Knol het ook als hij met Sint een echt dak op moet gaan. Daar komt de heeskraan aan. Boerboerisch takelt Knol omhoog. Voorzichtig tot de nok. Maar als Knol eenmaal boven is, raakt hij meteen in shock. Hij trilt, hij beeft, hij bibbert, de arme zenuwpees. O hemel, roept Boris uit, ons paard heeft hoogtevrees. Knol durft niet voor of achteruit, hij durft niet meer omlaag. Wie helpt die arme knol nu toch? Dat is de grote vraag. Koeklara roept. Brrr, <middels> brrr. <middels> Ze wil naar boven toe. Borboris heest koeklara op. Omhoog, omhoog, omhoog. De juf van school kijkt nog eens goed. Ik zag een koe die vloog. Daar staat Koe Klara op het dak. Ze zet zich dapper schrap. Dan haalt Kordaat haar, haar poot vooruit en Klara zet een stap. En nog een stap. En nog een stap. Ze loopt al heen en weer. Ze durft een heel klein sprongetje en huppelt nog een keer. Boer Boeries roept: Oh, kijk eens, Knol, Koe Clara doet het voor. En nu denkt Knol. Maar dat kan ik ook. Dat kan ik ook wel, hoor. Voorzichtig, heel voorzichtig, eerst durft Knol een stuk te gaan. En als hij wat oefent, heeft hij zijn tuig niet meer aan. Hoera, het is gelukt. Schrijf ho een briefje naar de Sint. Dat Knol voor hem het dak opgaat en dat heel eervol vindt. Ze zetten s'avonds schoenen klaar met worteltjes voor knol. Misschien, misschien doet Sinterklaas hun schoenen extra vol. Voilà, dat was het mooie verhaaltje over Boer Boris, het paard en de koe. Tot later.